make-up, sieraden maken en lekker creatief bezig zijn. De vierde Blauwe Bogendag in Dalfsen staat volledig in het teken van meisjes, van vrouwen. Oftewel, Ladies Day. Alsjeblieft. Er is van alles te doen. Dit is de creatieve tafel. Je kunt mensen en kinderen een spiegeltje versieren. Ook in het thema van jij bent waard. Of maak helemaal zelf een sleutelhanger. Van touw. Unsted met haar en make-up kan natuurlijk niet ontbreken op Ladies Day. Even lekker je haar laten doen, die laten opmaken. Maar waar moet je eigenlijk op letten met make-up als het zo warm is als vandaag? Heel belangrijk is dat er in ieder geval een factor in zit tegen de zon, zeg maar, wat je huid beschermt. En zorg dat je huid een beetje soepel en vettig houdt. Ik gebruik zelf altijd mineralen make-up. Wat ik heel makkelijk even snel met de kwast aan kan brengen en wat altijd goed is. En dat kun je gedurende de dag een beetje bijwerken. Maar glimmen zal het altijd, maar dat hoort ook een beetje bij de zomer, een beetje glansen. De lokale schaakvereniging DS79, die dit jaar 50 jaar bestaat, is ook van de partij. Jong en oud kunnen met elkaar potjes schaken. Maar is schaken niet een mannensport? Nee hoor. We hebben ook een dame als lid. Het zijn niet alleen mannen. Het is genderneutraal. Naast jezelf verwennen en vermaken, stond er ook een kraam voor vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met borstkanker. We hebben hier boezems liggen, die zijn voor vrouwen met geamputeerde borsten. Ze hoeven dan niet de zware siliconen boezems te dragen, maar kunnen daar een lichte borst voor in hun BH doen. Ze kunnen gewone BH's blijven dragen en op die manier kunnen we zorgen dat vrouwen die toch al genoeg ellende hebben gehad, toch prettig door het leven kunnen gaan. Doordat ze een gewone BH aan kunnen, krijgen ze ook veel meer zelfvertrouwen en gaan ze ook heel anders weer in het leven. Ze durven weer naar feestjes. Ze durven weer die kanten BH aan. En dat zijn gewoon hele mooie verhalen die we daardoor krijgen van die vrouwen. En een gezellige kleedjesmarkt maakt de Ladies Day compleet. Er worden Pokémon kaarten verkocht, zelfgemaakte sieraden. En wordt dat nou veel verkocht? Ja, al heel veel. Daarom ben ik nu ook extra aan het maken. Opvallend waren de vele mannen op Ladies Day. Kwamen die voor de activiteiten of stiekem voor de ladies? De mannen gaven geen commentaar. Dankjewel.